John Bostock, nog altijd maar 23, heeft al een hobbelig parcours achter de rug. Op zijn 15e is hij de jongste speler ooit bij Crystal Palace. En een jaar later valt diezelfde eer hem te beurt bij Tottenham. Maar daarna stokt het verhaal. Hij reikt de uitleenbeurten aan elkaar en komt nauwelijks nog van de bank. Een zware maar leerrijke periode voor de man uit Zuid-Londen. Life is more than just being a footballer. I'm a person first, you know, I have a family. I'm a man before I'm a footballer. So I learned this, you know, just because I don't play bad on, just because I play bad in the game, it doesn't mean I'm a bad person. You know, so I learned how to deal with disappointments. And now when I'm having, you know, a little bit of success, it's more enjoyable. Dat beetje succes heeft hij nu gevonden in Leuven. 2 jaar geleden verhuisde Bostock samen met zijn vrouw naar België en nu zijn ze helemaal gesetteld in Oud-Heverlee. Over 5 weken breidt hun gezinnetje zelfs uit, want de Bostocks verwachten hun eerste zoontje. Het zijn dus spannende tijden voor het gezin. I'm just going to see life differently, I guess, because you know when I got married, it made me see my life differently. You know, you don't just think about yourself. You can't just stay out until a certain time. Having a child, I think it's going to be that on another level. You know, you're responsible for this little man, and it's something I really look forward to. So, you know, there's no blueprint of how to be a parent, but you know, together, I'm sure we'll do fine. Door de geboorte van zijn eerste zoon zal de link met Leuven en Oud-Heverlee altijd blijven, en dat vindt Bostock prima. I like Leuven a lot from the first time I came here. Yeah, obviously I can see it was a student town, but it's quite a traditional place also. The people are friendly. It's a lot different to Antwerp, and even more different in London. So it's nice. It's quiet. I live in Oud-Heverlee, so it's a really, really nice, beautiful place to live. Sometimes when I got a lot of shit on my mind, I'm just staring at the sky. You probably thinking I'm high. I'm just talking to my diary. I'm just talking to my diary. Zo spectaculair als zijn doelpunten meestal zijn, zo sober is Bostock naast het veld. Uitgaan doet hij niet en ook van alcohol moet hij niets weten. Hij is bovendien diep gelovig en bidt zelfs regelmatig samen met andere profvoetballers. Big is a group that I started, BIG, Ballers in God. It's a group of Christian footballers. We have a chat on WhatsApp and we support each other. So there's me, Paul Mpoku, Iyong Eno from Standard. A few more players in England, and we're just like we're all kind of in football, but we're all Christians, and so we're united on two different areas. Bostock heeft dan ook rust gevonden in zijn leven en beseft daardoor dat hij ook in zijn professionele carrière niet te ver vooruit moet kijken. My only plan is just to keep improving, keep playing, to try and score as many goals, get as many assists, help the team as much as I can, and just to give it my all, just to improve as a player. And I'm still young, I'm still learning the game. So that's my immediate plan, and I think if I take care of my immediate plan, the long-term plan should be okay. En voor dat korte termijnplan blijft de Engelsman voorlopig in Leuven. Hij heeft zich probleemloos aangepast aan zijn omgeving en ook zijn Nederlands wordt elke dag beter. Het is een moeilijk Nederlands, maar ik probeer. Ik heb de Nederlands lessen één tijd per week. Week, werk, yeah, and elke dag is getting better and better, so ik probeer, maar is moeilijk.